Het jaar 2016 is geen goed jaar geweest voor de Surinaamse bank. Het eerste halfjaar is met verlies afgesloten en er wordt niet veel positiefs verwacht van het tweede halfjaar. Dit zegt DSB-directeur Sigmund Proeve. De situatie van de bank is grotendeels een weerspiegeling van de Surinaamse economie. Het land heeft een behoorlijke economische terugval gehad en ook de bank heeft dit ervaren, zegt Proeve. De deskundigen, waaronder het IMF, maar ook de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, geven aan dat onze groei negatief was en in de orde van 9% tot 10%. Dat is een behoorlijke terugval en dat merken we alom als burger. En als bank hebben we ook de klappen daarvan gehad. We hebben in het eerste half jaar geen winst gemaakt. En zoals het er nu vooruit naar uitziet, zullen we ook het jaar met een verliescijfer afsluiten. Best een uitdagend jaar. Hoe kijkt de bank dan nu 2017 aan? Positief? Ik denk dat basisingrediënt om je werk te doen een positieve instelling moet zijn. Dat is bekend van mij, dat is bekend van de Surinaamse Bank medewerkers. We kijken naar 2017 als een jaar met uitdagingen, maar tegelijkertijd ook heel veel mogelijkheden, heel veel mooie opportunities. En het gaat aan ons liggen, en met ons bedoel ik nu alle Surinamangs, alle Surinamers, om samen onze schouders onder het werk te zetten. Het zal geen makkelijk jaar worden. Ik denk dat het niet zo is dat we moeten rekenen op direct een positieve groei voor 2017. Ik denk dat we erop moeten rekenen en er naartoe moeten werken dat we de economie gaan herstellen. Ik ben daar vrij optimistisch over dat het ons als land zal, dat we erin zullen slagen om die economie weer te herstellen. Het betekent ook dat we als Surinaamse bank moeten beseffen dat we harder moeten gaan werken, mogelijkheden moeten benutten als ze komen en ons vooral moeten focussen op de dingen die belangrijk zijn. Onlangs heeft de bank ook te maken gehad met een lastige situatie waarbij rekeninghouders geen elektronische toegang hadden tot hun financiën. Proeve geeft aan wat er precies aan de hand was. Een congestie op ons elektronisch betalingsverkeer platform, waardoor het ATM-verkeer, het pinnen bij de winkels, het possen, maar ook internetbanking, toch wel voor een dikke 6 uren uitgevallen waren. Het heeft voor heel veel ongerief gezorgd. Ik voel me verplicht ook via uw medium onze klanten, maar ook de andere gebruikers, want gasgebruik was ook niet mogelijk, ook de klanten van andere banken, dat ik hierbij ons verontschuldig voor dat ongerief. Het is gelukkig door onze technici op vrijdag snel opgelost, waardoor we eigenlijk per vrijdagavond en nu ook dus weer normaal opereren. Het is achter de rug. Het heeft te maken met de oorzaak van de congestie ligt in een combinatie van de kerstdrukte, maar ook het verwerken van heel veel automatische opdrachten, waaronder salarissen. Die veelheid van opdrachten heeft, zo gek als het klinkt, voor een elektronische verstopping congestie gezorgd. En dat moest opgelost worden. En nogmaals, het doet me heel veel deugd dat ik kan rapporteren dat het nu weer prima werkt. Aldus DSB-directeur Sigmund Proeve. Hij zegt dat het haast afgelopen jaar niet goed is geweest voor de Surinaamse bank.